Je bent een Rotterdammer in je hart en nieren. Je voelt je jovel rondom onze wc-dijk. Een avond Rotterdam in om te passagieren. En niemand is er zo tevreden en zo rijk. Ben je in Rotterdam geboren? Op het Noordplein of Katendrecht? Dan ken je van geen vreemde horen dat die van Rotterdam iets zegt. Want voor me haven en me blakie, voor me Coolsingel en het Hofplein, geef ik subiet mijn laatste knakie. Daar ken ik alleen mijn eigen zijn. Ontworpen om ook meteen cruises te gaan maken. Vanaf dag 1 heeft het schip zowel lijndiensten, maar vooral cruises gevaart. Het schip heeft 1030 reizen ongeveer gemaakt en ik denk dat er zo'n kleine 900 cruises van zijn wereldwijd. Het had een horizontale klasseindeling. Waar vertel ik dat? Dat is interessant, want de passagiers konden van voor naar achter lopen. Eerste klas had hier een volledig dek, toeristenklas had hier een volledig dek. En het was op andere schepen wel anders. Die hadden vaak de tweede klas passagiers een beetje achterweg gestopt. Een heel harde scheiding. Waardoor die schepen, zoals in Amsterdam, veel minder geschikt waren als cruiseschip. Nou, dat zult u wel zien. In dit schip is dat handig opgelost met het trappenhuis, waar ik zo meteen op terugkom. We zijn hier voor het cultureel erfgoed. Het is een museumavond, een museumnacht, moet ik zeggen. Veel toegepaste kunst. Als u zo het verhaal van mij ziet en u loopt door het schip, dan zal het u opvallen dat het is keramiek, het is glas, het is hout, het is textiel, het is schilderkunst. Het is van alles en nog wat je in dit schip terugziet. We hebben ongeveer 30 kunstenaars aan meegewerkt, ongeveer 5 à 6 architecten. En eigenlijk kosten nog moeite werd gespaard om hier een mooi schip neer te leggen. Het is gebouwd hier vlakbij, om de hoek, bij de Rotterdamse Drogenmaatschappij. Dat was toen de grote bouwwerf in Nederland. Dat wilde Feyenoord natuurlijk nog wel een paar. In Amsterdam natuurlijk een aantal werven, maar hier was het de werf die dit schip aankon, zou ik maar zeggen. Samen met de Schelde in de Vlissingen, die de machines leverden. Het is vrij snel gebouwd. Het is vanaf december 56, toen de kiel werd gelegd, wat u hier ziet, tot september 58, toen ging het al te water. Toen was het natuurlijk nog niet helemaal klaar, dat ziet u wel. De bovenbouw moest er nog op, maar toch, het schip was 18.000 ton ongeveer al, het kon net te water. En dit is het schip in 1959. In die tijd was het het grootste, tot de top 5 van grote passagiersschepen ter wereld. Het grootste in Nederland gebouwde. Maar ook in de wereldranglijst stond het echt ergens in de top 5. Misschien op de 4e of 5e plaats. En let wel, 1500 passagiers. Meestal op de lijn die is 1000 toeristenklas, 500 eerste klas, maar dat kon ook net zo goed omgekeerd zijn. De accommodatie was daarop ingericht. En tijdens cruises ongeveer 1000 passagiers en zo'n 650 bemanningsleden. Nou, het schip is altijd bij de RDM goed onderhouden. Het lag hier vaak elk jaar wel in droogdok. Je moet zich voorstellen, dit is ongeveer dat rode gedeelte, 10 meter. Dit is 61 meter van kiel tot de top. Dus echt, nou ja, een soort varende kathedraal was het wel. En het is in de jaren 60 hier regelmatig uit Rotterdam vertrokken. Hier ziet u de Wilhelminapier met de twee groene torentjes, die nauwelijks meer te zien zijn op dit moment door de enorme hoogbouw die er omheen is gekomen. Maar de hal moest toch nieuwe vaarwateren gaan ontdekken. Het was hier een beetje afgelopen, eind jaren 60. Ze hebben Indonesisch personeel aan boord genomen en ze zijn naar Amerika verhuisd. Uiteindelijk is het ook een Amerikaans bedrijf geworden, weliswaar onder Nederlandse vlag. En ze zijn nieuwe vaargebieden gaan ontdekken, zoals Alaska. Daar zijn ze echt pionier geweest in de jaren 80. Tijd, het schip is dus uiteindelijk uit de vaart gegaan. De hal heeft het in 97 verkocht naar Amerikaanse rederij. Die is als Rembrandt laten varen. En uiteindelijk is die rederij failliet gegaan. En zo lag het schip uiteindelijk in 2005 in Spanje in dok. En warempel, in een maand tijd zag het schip er alweer zo uit. Dat is eigenlijk vrij snel, vrij grondig gedaan. Het schip is helemaal gegrit, gestraald zeg maar. En de masten zijn weer netjes in orde gemaakt. Thank you.
Mijn naam is Chantal Hettig en ik ben werkzaam bij de Holland Amerikalijn als cruise consultant aan boord van de schepen. Maar ik ben nu op vakantie en we zijn op het TREF event, zoals dat heet. Een mooie cruisebeurs in de cruise terminal. Dus heel toepasselijk uiteraard in Rotterdam. Want ja, Rotterdam heeft een speciale band met Holland Amerikalijn en wij met Rotterdam. Wat is die band op het ogenblik? Op het ogenblik is dat een bijzondere band, omdat de Rotterdam, het motorschip Rotterdam, hier haar thuishaven vindt. Dus dit is ons thuis. Wij maken prachtige reizen naar alle delen van de wereld. En momenteel zijn we in Azië, maar we komen uiteindelijk weer thuis in Rotterdam. Dus dat is toch een stukje trots waar we ook heel blij mee zijn. Wanneer maak je de meeste kans om het schip hier te zien liggen aan de kade? Dat is meestal op de zaterdagen. Dus als er mensen zijn die interesse hebben om het schip van buitenaf te bekijken, dan kan dat in het weekend. Dus wij nodigen iedereen uit. Er is altijd een mooie sfeer op de kade, net alsof we teruggaan in de tijd. Maar dit keer komen de passagiers wel weer terug na 7 dagen en gaan ze niet naar de nieuwe wereld. Maar toch die emotie die blijft. Ook het Shanticoor zingt de passagiers toe. Dus absoluut de moeite waard om het eens mee te maken. Nou, op deze stand wat kleinere schepen dan 2000 passagiers. Hoe klein? 16 meter. En nog een schip van mijn vader die is 30 meter. Maar inderdaad kleinschalig. Het schip van mij maximaal 8 passagiers, bij mijn vader 12. En op beide schepen 2 bemanningsleden. Het schip van mij is een zeiljacht, 16 meter, omgebouwd voor het varen op zee met passagiers. En beide schepen zijn comfortabel, praktisch en snel. Daar houden we van. Moeten passagiers meewerken? Niks moet, het is vakantie. We bieden het aan als actieve reis. Eerste avond geven we veiligheidsinstructie, een beetje uitleg over het schip. Volgende ochtend doen we een rondje over dek, leggen we alles uit. En daarna hangt het van u zelf af of u fanatiek mee wil helpen of wat meer wil relaxen. En meestal is het een combi. Mensen komen voor hun vakantie en voor hun rust. Dit jaar beginnen we in Lissabon. We eindigen in Nederland, maar we varen om Engeland heen via Ierland en Schotland, Orkney-eilanden, Shetland-eilanden. En daar doen we 4 maanden over, maar het hele traject is opgeknipt in weekreizen. En elke weekreis heeft weer zijn eigen categorie. We doen zeezeilen, dag en nacht doorbikkelen, puur voor de liefhebber. Maar de meeste reizen zijn categorie C. Dan blijven we ook een dagje in de haven liggen. Dan gaan we op wal, er zijn er meerdere opties. Wandelen, fietsen, de Harry Potter trein, whisky proeven. Aardig aan het doen, zou ik zeggen, toch? Lekker aan het verven vandaag. De entree ziet er al heel anders uit. We hebben echt een voor- en na-situatie. Allerlei vrijwillige klussers waar we heel blij mee zijn. Dus absolute succes, nu al. Nou, sowieso ben je natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers om dingen gedaan te krijgen. En deze lieve mensen willen vandaag allemaal helpen, dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dan zit daar Dries. Die woont hierboven en die helpt ook gezellig mee vandaag. Hester is vandaag vrij, maar werkt eigenlijk bij Woonbron. Desiree heeft hier stage gelopen en die doet vandaag ook geweldig haar best. Topvrijwilliger, die is er ook weer, ja. Dus talenten komen er naar boven die er eerst niet waren. Vandaag doe ik mee als klusser voor NL Doet. In 2008 woonden hier de eerste mensen. Nou ja, we zijn 6 jaar verder en we groeien nog steeds. Dus we hebben hier heel veel bezoek van andere zorgorganisaties met name. Want nu vooral is heel actueel de wet scheiden wonen en zorg. En we gaan volgende week verder met de puntjes op de i en het aflakken. En we hadden even niet berekend dat het 18 uur moest drogen. Het was echt een beetje somber als ik hier moest werken. Daar werd ik gewoon een beetje verdrietig van. Maar het ziet er gewoon echt veel beter uit nu. En is het nog niet eens helemaal af, is echt leuk. En ik vind als mensen enthousiast zijn, zoals Janet en de vrijwilligers die hier werken, vind ik het ook gewoon moreel niet anders dan dat ik hier aan meewerk of help. Dat vind ik belangrijk.
mijn naam is Mark Heijnen en we zijn op dit moment bezig met de organisatie van het Kunstweekend Charleus. Wat plaatsvindt op 30 mei, 31 mei en zondag 1 juni. En het programma wordt gemaakt door diverse kunstenaars en kunstorganisatoren uit Charleus. En vindt plaats op zo'n 16 locaties in de wijk Oud-Charleus, waaronder Hommes, maar ook het Ootje, Stichting Bad, Charleus Support, het oude atelier van Wanschappen. I'm working together with Marco Dauma and some of the residents of Stichting Bad to organize a sort of early evening program, which will be a kind of tour throughout the space, through different studios. Het kunstweekend heeft zijn oorsprong in de open atelierroute Charleus, in 2001 opgezet door een aantal kunstenaars hier uit Charleus. The idea is to invite some artists that are working with sound and performance and hopefully organize some collaborations between artists. Take our visitors from one studio to the next. Maze of sounds. In the evening we'll have a concert series which will include some bands and DJs, and for the most part it will be electronic music. Will be in some way melodic or, you know, danceable. Earlier will be more sort of soundscapes and field recordings. Ja, het is eigenlijk elk jaar georganiseerd tot 2008 en daarna is besloten om het onder twee jaar te doen en onder een nieuwe naam. En het is nu de derde keer dat het onder de naam Kunstweekend Charleus plaatsvindt. Myself and Marco are both interested in programming music and art, and we're both working in this field as well. Why should they come? That's a good question. Well, for one reason, it's going to be a sort of great way to finish the day, the Kunstweekend. Well, the second day of Kunstweekend, in fact. And if you're interested in electronic music or performance art, it'll be a great place to see some new work from local artists. De mensen moeten naar Charleus komen voor het Kunstweekend Charleus om te zien hoeveel bijzondere kunst hier gemaakt wordt. Dat is één. En het tweede is ook om te zien hoe uniek het gebied is. Dit is een heel bijzondere wijk. Pendrecht is ontworpen door Lotte Stam Beze. Zij had echt bijzondere gedachten over hoe een ideale wijk eruit moest zien. Waar we nu staan, de Zijpen, dat is ook een heel bijzonder plekje in Pendrecht. Dit is het eerste winkelcentrum wat in Pendrecht gebouwd is. Het is geopend op 16 september 1955 door de toenmalige wethouder Jan Meertens. Het bijzondere aan dit pleintje is dat het autovrij is. En in de begintijd werd dit ook met enige trots de lijnbaan van Pendrecht genoemd. Eind vorig jaar zijn de woningen en de panden hier aan de Zijpen zijn opgeknapt. Woonstad Rotterdam heeft al een aantal jaren geleden gezegd van de Zijpen is een historische plek in Pendrecht. Dat moet behouden blijven, daar gaan wij ook voor. Wat nieuw is, dat zijn de dakkapellen aan de voorkant. Die waren er eerst niet, er zitten alleen dakkapellen aan de achterkant. Wat ik er ook het mooie aan vind, het is allemaal in een beetje historische geelgroene kleur is het gedaan. En dat is zowel aan de achterkant als de voorkant. Dus je ziet echt dat die panden nu een eenheid zijn. De manier waarop het gedaan is, vind ik echt heel mooi. Dit is een ansichtkaart van de Zijpen, kort na de opening. U ziet dat de boompjes die zijn nog jong. Ja, en eigenlijk is er in bijna 60 jaar heel weinig veranderd aan de panden.